Ze wordt de Grand Old Lady onder de bomen genoemd. De oudste lindeboom van Nederland. En die staat in Sambeek. Alleen bij heel nauwkeurig snoeiwerk blijft die in leven. En die renovatie gebeurt vandaag. In Sambeek staat verslaggever Jacqueline Hermans. Ja, Jacqueline, wat zijn ze nou precies aan het doen daar? Nou, twee boomverzorgers die hangen letterlijk in die boom. Als een soort bergbeklimmer zijn ze gezekerd. En zij zijn dus bezig met een restauratie, maar dat is eigenlijk gewoon een chic woord voor snoeien. Het is een oude lindeboom met daarin zeg maar een jonge linde, wel uitgegroeid uit die oude linde. En die jonge linde die neemt bovenin heel veel weg, licht weg van de jonge linde. En dan moeten we takken moeten we een beetje vrijstellen, zodat die oude linde meer licht krijgt. En daardoor meer groei kan genereren en daardoor ook takken weer in functie hersteld worden. Hoe is het met de gezondheid van de boom? Is het goed of is het twijfelachtig? Nee, de gezondheid van de boom is hartstikke goed. De boom is in de zomer zie je ook dat hij hartstikke mooi vol in blad staat. Heel veel blad. En als je nu naar de knoppen kijkt, zijn er mooie dikke knoppen in. De scheutlengtes die zijn allemaal heel goed. Dus nee, de conditie van de boom is hartstikke goed. Hoe oud is die nou eigenlijk, Frits? Want dat willen we allemaal weten. Ja, dat is altijd heel moeilijk te zeggen. De ene zegt 400 jaar en de andere zegt 1000 jaar. Maar laten we een beetje ertussenin gaan zitten. Ik denk zelf denk ik zo dat hij tussen de 500 en de 800 jaar oud is. Ja, ze zijn dus flink aan het snoeien. Wie betaalt dat eigenlijk allemaal? Ja, dat is een goede vraag, want het kost zo'n 10.000 euro. Dat heb je niet zomaar even liggen en zeker meneer Stevens niet, want de boom is gewoon nog privé-eigendom. Nou, de Stichting Wereldboom heeft eigenlijk de restauratie op zich genomen. Die hebben via fondsen wat geld bijeengebracht, maar ook de bedrijven die nu bezig zijn, ja, die vinden het zo'n leuke klus, zo'n bijzondere klus, die werken gratis mee. Ja, nou, we zagen net al een hele stapel met snoeihout liggen. Hoe lang zijn ze daar nog bezig? Nou, de restauratie is bovengronds en ondergronds. Dat ondergronds dat doen ze deze zomer. Bovengronds zijn ze dus nu mee bezig. En dat duurt zo'n anderhalve dag. Dus tot morgen voormiddag hebben ze nog wel wat te doen. Oké, Jacqueline Hermans in Sambeek, dankjewel.